Nou, ja, ik ken Cher niet persoonlijk en ik had ook niet per se een specifieke gedachte bij hem. Ik dacht wel, ik heb niks te zoeken bij de partij Denk. Jij bent van Volt? Ik ben van Volt, ja. Inderdaad. Maar vooral gewoon door mijn persoonlijke achtergrond. Ik dacht van ja, ik wist hoe zij over Israël denken. En ik hoorde ook over hoe ze omgaan met de Joodse gemeenschap in Amsterdam. En daar had ik ook moeite mee. Dat ik dacht, oké, ik heb daar verder niks mee en ik hoef er ook niet te veel aandacht aan te besteden. Maar toen had ik mijn eerste bijdrage in de gemeenteraad over antisemitisme. En Cher die zei ook toen hele mooie dingen. En toen raakten we elkaar eigenlijk in de schorsing van het debat, raakten met elkaar in gesprek. Toen kwamen we erachter dat we toch heel veel gemeenschappelijk hadden. Oké, want wat dacht jij aanvankelijk van hem? Nou, ik kende hem ook niet voordat hij meedeed met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar er was online een hetze bezig tegen hem. Hij werd allerlei dingen, frames over hem geplaatst. Hij zou dan een harde militair uit Israël zijn. En ik dacht bij mezelf, nou, weet je, dit maak ik zelf ook mee. Even rustig aan. Ga niet je oordeel nu al vormen, je kent hem niet. Hmm. En inderdaad, ik hoorde zijn eerste bijdrage over hoe het voor hem was om als Joods Amsterdammer op te groeien. Ik ben ook Amsterdammer, maar ik ken die ervaring totaal niet. En ik hoorde dat van hem aan en ik zag heel veel... Ja, vergelijkenissen. Ja. Net zoals hij te maken heeft gehad met discriminatie en uitsluiting, heb ik die ook meegemaakt. Dat is voor ons de aanleiding om met elkaar in contact te komen. En toen kwamen we erachter dat we allebei in onze 20 jaren hebben gewerkt voor Stichting Diversion. Zij doen allerlei educatieve programma's waarbij als bijvoorbeeld als iemand van islamitische komaf en Joodse komaf voor de klas staat en dan uitleg geeft over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat heb ik gedaan. Hij heeft een soort gelijke programma gedaan bij Diversion. Maar hoopten jullie dan niks te overwinnen ten opzichte van elkaar? Want dan wordt het een heel simpel verhaal. Als het zo simpel is, dan komt de vrede in Israël wel weer goed, zou je zeggen. Nou, misschien. Ik denk met leiders als Itai in Israël zeker. Ons punt is ook... Wat is de sleutel dan? Ja, ik denk voor mij was het heel erg dat we elkaar steeds beter leerden kennen. En dat is denk ik ook de essentie van ons voorstel. Dat ontmoeting zorgt voor solidariteit en empathie. En doordat ik Cher... Ja, anderhalf jaar geleden speelde dit plaats. En eigenlijk anderhalf jaar geleden begonnen met het werken aan dit voorstel. En we raakten steeds meer met elkaar in de praat. We leerden elkaar steeds beter kennen. En ik voel de ruimte om ook mezelf te zijn en kritiek te hebben op bepaalde uitingen die hij doet. En ook keuzes die ik maak, om dat aan hem te laten weten. En dat ervaarde ik ook dit weekend, dat ik zat te twijfelen, wil ik dit voorstel wel bespreken in de raad? Want ik heb al die emoties en is dit misschien niet het juiste moment om dit te doen? Maar ik belde hem en ik vertelde mijn twijfels en ik vertelde ook mijn twijfels over de uitingen die hij had gedaan. En over die vlag waarschijnlijk? Bijvoorbeeld. Ja. En we hadden gewoon een goed gesprek en daarna voelde ik me best op mijn gemak gesteld. Dacht ik van ja, dit kan ik gewoon doen, dit moet ik doen. Ik heb een partner naast me staan die voor dezelfde waarden staat als ik. En we moeten een voorbeeld zijn voor de stad. De stad heeft dit nu juist keihard nodig. Ja. Juist. Helemaal eens. Kijk, dit is het meest slechtste moment, gezien alle vreselijke dingen die gaande zijn. Tegelijkertijd is dit voor ons het juiste moment. Ja. Om nu...